Ja, dat was een hartstikke mooi nummer natuurlijk van uit het Gelderse en Achterhoekse land. Want ze komen een beetje op de grens vandaar, jongens. Dat klopt wel wat te zeggen. Ja, want als je nu een Chinees buffet hebt of een kookbuffet, ja, en je veerstaand ergens van hebt, dan lui die schept echt wat borden vol. Die denkt dat het tekort is. Ja. Zelfs met barbecue ook, hè, wat Bama ook zei. Hè, met barbecue, je moet genieten van barbecue. Maar je hebt lui, hij met de straten of bij een vereniging gaat barbecuen, dan vliegen ze erop, jongen, als ze week niet eten hebben. En dan pakken ze alle dingen en dan eten ze en dan eten ze en eten ze. En dan een half uur ben ze hartstikke vol en noemen ze niet meer. Bijna dat het op is. En we hebben, in Steenwijkerland, maakt niet aan hoe je een kinderen bent of je bent in Eerswenen. Maakt niks uit. Overal waar je komt, je komt nooit tekort. Nee. Nee, in Steenwijkerland, als je te gast bent of je in een feestje, je komt nooit tekort. Nee, ik heb het nou nooit met te maken met koud of warm buffet. Henry, we lopen tegen de klok van 11 uur aan. We hebben na 11 uur William op pad gestuurd naar een surprise act. Er wordt iemand vandaag 50. Hij weet dat hij 50 wordt. Maar hij weet niet dat William op bezoek komt. Dan gaan we William sturen naar Monique de Boer. Dat is de programmaleidster van de gemeente. De gemeente heeft de ontwikkeling. Dus daar gaat William op af. En ik ben ook even benieuwd hoe het is met die school. Dus hij gaat ook naar Ekeringen toe. Ik ben eens benieuwd, want normaal heet daar examens en gala en zo. Ik ben eens benieuwd hoe dat. Ik snap er helemaal geen moer van. Nee, want van examen en zo niet. Nee, dat is wel heel apart. Ja, dat is best eens dat ze dat ons eens even uit gaan leggen. En de kijkers en de luisteraars natuurlijk, hoe dat nu allemaal in zijn werk gaat. En dan stuurt onze speciale reporter William de Kater er naartoe, want die heeft er ook een beetje verstand van. En is hij ook vlak bij het hoofdkantoor, hè? Als je de Ekeringen gaat, waar Herman van Ien natuurlijk zit. Zaterdag was ook een prachtig mooi programma weer van onze collega's van de Kopwijzer. En Joey Theekamp is ook altijd weer. Dus we zijn nog steeds corona technisch bezig. Helemaal goed en dat is mooi. Henry, op weg naar het nieuws. Ja, op weg naar het nieuws en dan gaan we nog één plaatje doen. Ik werd vanmorgen wakker, jongen. Ik was gelezen. Gelukkig dat je wakker werd. Dat is altijd zo. Anders zat ik ook zo raar hier. Anders zijn je dan ingezet. Van mijn luisteraars, Henry is niet wakker geworden. Nee, dat had ook een keer gekund natuurlijk. Maar, en toen werd ik hartstikke vrolijk, want het was mooi zonnig weer. Laat de zon maar schijnen, dat dacht ik vanmorgen. Jannes, niet jij, maar andere Jannes.